Vandaag gaan we naar een multitool kijken van Parkside. Het is niet de performance serie, want dan heb je een koffer die is half rood, half zwart. Dit is de normale serie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Cordless multipurpose tool. Accu multifunctionaal werkzeug. Ja, en de andere dat kan ik niet lezen. Ja, zonder batterij wordt die geleverd. We gaan er eens naar kijken, staat niks aparts op. 3 jaar garantie. Ik heb zo'n ding wel eens gehad van HBM. Heb ik nog steeds. Gebruik het ook nog steeds. Alleen deze is op een accu. En meestal op de plekken waar ik het nodig heb, is dat wel gemakkelijk. Ik ben razend benieuwd. Ik ben ook benieuwd of de blaadjes die ik erbij heb van HBM, of die passen. Dus en waar hierbij zit. Maar dan gaan we zien, we gaan hem snel openmaken. Koffertje is niet zo groot. En het dekseltje wil niet open. En daar is hij. Wat zit erin? Het apparaat zelf. Oh, dat valt best mee, het gewicht. Lok. Oh, snelwisselsysteem. Toerenregeling. Rubber bekleed. Ja, leuk. Hoop ik. Stofafzuiging. Een doosje met toebehoren. Schuurpapiertjes. Het voetje. Met klittenband. Diamant. Zaagje. Hier een zaagje. En het mes. Deze heb ik met die andere veel gebruikt om pakking en zo te verwijderen. Dat gaat super. Vooral die siliconen kit, die vlakafdichting, krijg je er super mee weg. Dus met die van HBM. Verder zit er alleen nog maar een gebruiksaanwijzing in. Maar, daar weten we wat we ermee doen. Niet veel. Het machine. Accu'tje erop. Ja. Het geluid valt mee. Lampje erop. Een toeltje erop zetten. Openklappen. Er zitten hier van die pennetjes op. Daar valt die op. En hij zit vast. Super gemakkelijk. Alleen die ik van HBM heb zijn volgens mij dicht aan de achterkant. Nou, hij gaat op en neer. We zullen een stukje hout pakken en kijken wat je doet. Zo kun je dat slecht zien natuurlijk. Deze is verhout, dus dan moeten we ook hout pakken. Hier hebben we wat hout. Kunnen we erin zagen.
doet het gewoon. Verft er mooi af. Ja, daar valt me niks tegen. Dat gaat als een tierenlier. Maar nu ben ik benieuwd. Dit is er eentje van een HBM. Die is een stuk groter. Of dat wel is. Doen we hem dus omhoog. Pakken hem eraf. Even de gaatjes opzoeken, kloppen die gaatjes. En hij zit. Die doet het ook. Hij is wel al een stuk botter. Die heb ik al vaak gebruikt. Maar deze kant is scherp. Deze kant is wat scherper, maar dat doet er niet toe. Het werkt in ieder geval wel. Nou heb ik hem niet goed dichtgeklikt. Je moet hem dichtklikken. Dan zit hij vast. Nu was hij zo half losgekomen. Ja, die werkt super. Maar wat ik zei... We hebben er ook die helemaal dicht zijn. Nou, deze draait van eigens los. Nou, die gaatjes kloppen ook. Dan gaat hij niet verder, zit hij nog niet vast. Nu zit hij wel vast. Ha. Dus met die grotere opzetstukjes werkt die ook. Zullen we hem eens loshalen. Gaat vanzelf. Voor de afzuiging zit hier... Een boutje kun je vastdraaien. Kunnen we wel eens doen. Dan zit hij vast. Ik kan hier een stofzuigerslang aan. De moer erop, hey. Want deze kun je erop schuiven. Ja, die werkt super, dat kliksysteem. Pakken we even een schuurpapiertje erbij. Een stuk korrel 60 is vrij grof. Pakken we dezelfde stuk hout weer. Stofzuiger moeten we eventjes aansluiten.
We hebben er dus eventjes snel van alles mee geprobeerd. Stofzuiger weer los. En ja, het werkt. Schuren werkt. Het wisselen. Dat is wel heel super, hè. Dat gaat echt... Gaat nergens over. Je kunt ze er op alle standen opzetten. En het zit vast. Stofafzuiging. Als je hem niet nodig hebt. Zo verwijderd, één boutje. Geen probleem, het machine is niet zwaar. Ik heb wel gemerkt met die stofzuigerslang eraan, dan wordt die wel een stuk zwaarder om te bewegen. Hè. Dan hangt die slang eraan. Toerenregeling werkt, weet ik niet of ik dat ooit ga gebruiken. Die zit op die van HBM, mis snoer niet op. Op deze wel, ja. Wie weet, precisiewerkje, dat ik hem ga gebruiken. Zitten diverse dingen bij, maar die van HBM. Kijk, hier heb ik een doosje, HBM. Die doen het ook gewoon. Alleen die zijn allemaal dicht. Dan moet je even dat moertje losdraaien. Maar ja, dat gaat vanzelf. Dus. Ja, interessant ding. Ik ben benieuwd hoe vaak ik hem ga gebruiken. Hij maakt niet zo heel veel herrie. Het is altijd te veel voor de oren natuurlijk, maar. Ja. Leuk ding. We gaan hem gewoon in praktijk proberen. Het is hier wel leuk op een stukje hout. Eventjes wat aanknoeien, maar dat is niet echt praktijk, hè. Komt goed. Veel meer is hier niet over te vertellen. Nee, multitool. Enorm makkelijk ding. Ik heb wel eens een rotlatje in de kozijn gehad. Eventjes inzagen, er onderdoor en ik had hem eruit. Helemaal super, anders had ik van alles moeten slopen. Met dit ding ging dat van eigens. Niet met deze. Met een ander type, met een andere multitool. En ik ben benieuwd hoe te deze het doen met de accu. Accuduur, hoe lang dat is. Dit is een 4 ampère accu. Die er nu op zit, zo'n nieuw model accu'tje. Houd hem lekker compact. Ja. Ik ben benieuwd. Heb je vragen hierover? Hieronder stellen. Heb je er interesse in? Hieronder staat ook een link in de beschrijving. Het mooie van die link is, als je daarop klikt en je gaat naar de site van de Lidl toe. Het kost je niks extra's, maar ik krijg er een kleinigheidje voor. Dus wat ik even gezegd heb, zou ik leuk vinden. En nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En net zoals we in Brabant zeggen. Houdoe.